Dames en heren, welkom bij een nieuwe aflevering op mijn kanaal DaVinciStar Games. En vandaag spelen wij een nostalgische game. Ik ga eens kijken of we een leuk level hebben die we kunnen laten zien. Dit is namelijk Crash Bandicoot. En Crash Bandicoot staat bekend op zijn fantastische platform skills. Nee, Crash Bandicoot is gewoon geschiedenis en ik heb alle delen heel vaak gespeeld. En dit is het eerste deel wat is verschenen voor de PlayStation 2, namelijk de wraak van Cortex, oftewel de Wrath of Cortex. En dit deel is natuurlijk het is wel een sterk deel. Niet super sterk, maar hij is wel een beetje oldschool te noemen. Ze hebben daarna een beetje de serie veranderd, vooral met Crash of the Titans. Maar dit spel is in ieder geval nog wel een beetje, ja, om next gen te kunnen zien. Om het te vergelijken met next gen, vergeleken met de oude PlayStation 1 games van Crash Bandicoot, die we allemaal hebben gespeeld natuurlijk. En Crash Bandicoot is een platform game. Dat zien jullie wel, we moeten appeltjes verzamelen. En bij 99 appeltjes, eigenlijk 100 officieel, dan krijgen wij een extra leven erbij. Nou, en tijdens dat verzamelen komen we ook dozen tegen. Die dozen kunnen we kapot slaan. En aan het eind van elk level, als wij genoeg dozen hebben kapot geslagen, dan krijgen wij een extra gem. Een extra, ja, hoe zeggen dat, een kristal krijgen we in het midden, maar we krijgen een gem in het, aan het einde als we alle dozen breken. Het kristal zit verstopt ongeveer, ja, verschillend in het midden van het level meestal. Ja, of aan het einde, het is een beetje verschillend eigenlijk. Nou, en zoals je ziet is dit een sneeuwthema. En bij Crash Bandicoot hadden we meestal dat je zeg maar begint in een groen bos gedeelte eigenlijk. En dit keer is dat dus een sneeuwthema. Nou, het sneeuwthema staat bekend bij Crash Bandicoot. En zoals je ziet zijn er leuke vijanden. Zoals pinguïns en rare mannetjes op skis. Nou ja, in ieder geval het matcht zo een beetje met het thema. Dat is wel heel gaaf. Ik ga ook proberen alle dozen te halen. We hebben de 174 dozen. Weet je hoeveel dat er wel niet zijn? Dat zijn echt behoorlijk wat voor een eerste level. Wordt wel echt om veel dozen gevraagd. Zo. Nou, zoals je ziet, deed ik een andere aanval bij die stevige dozen. Daar moet ik echt met mijn buik op landen. Zo. En de TNT's kan ik laten ontploffen. De nitro-boxen, dus die groene kistjes, die kan ik niet laten ontploffen. Want als ik er tegenaan loop, dan ontploft het kistje waardoor ik ook dood ga. Wat we daar kunnen oplossen is dat je zeg maar... even kijken hoor jongens, ik moet even concentreren hier. Dit is een lastig stukje. Want ik kan namelijk rechts naar een platform. Dat is de bonusdisc, of de bonusronde. En links had een platform met een skelet erop. Dat betekent dat het een bonusronde is, maar dan van veel hoger niveau. Dus een heel lastig parcours die je moet halen. Nou, zoals je ziet is dit altijd wel makkelijk. En we hebben 25 dozen totaal nodig om dit bonusronde uit te spelen. En als we op het eindplatform staan, wat deed ik? Ik deed iets heel doms. Ik weet niet waarom ik het deed, maar... Zo. En zoals je ziet hebben we alle dozen gehaald in het level. En hebben we ook 55 appeltjes. Die krijg ik nu allemaal bij mijn levens. Of bij mijn totale punten eigenlijk. En zoals je ziet heb ik negen levens alweer. Het gaat best wel snel nu. En er zit ook een heel leuk beestje wat me eigenlijk helemaal niks doet. Nou, we gaan deze nog even kapot slaan. Ik ga niet op dat... ik weet niet of ik daar op moet gaan. Op dat doods... Ja, ik weet het echt niet. Want ik weet niet of ik dat wel wil. Want dan krijg ik een ander kristal. Je kan namelijk 4 kristallen halen. Of nou, 3 eigenlijk. Nee, dit gaan we niet doen. Ik ga niet dit niet op parcours volgen. Dag. Tot ziens. Maar in ieder geval, als je dat doet, dan... als je een keer doodgaat level, dan gaat dat platform verdwijnen waar ik net op ging. Ja, dus dat is een beetje het... de reden waarom het er nu wel was. En hier is het kristal. En daar is ook bijna het einde van het level. Laten we even deze doos kapot maken. Ga ik dit wel halen? Ik moet serieus nog... Ja, 40 dozen bijna. Meer dan 40 dozen. En daar is het einde al. En ik heb ze allemaal. 147. Hoppakee. En we kunnen trouwens nou wat heel leuks doen. Ik kan wel even teruggaan naar dat platform. Want dan kan ik alsnog alles halen. Let maar op. Jullie weten nog dat we net die nitro dingetjes hadden. Ik moet heel rustig naar achter lopen. Want als ik dood ga, dan kan ik het al niet meer halen. Zit hij er nog? Ja, hij zit er nog. Oh, nee! Nee! Oh! Fuck! Nou, vertrouwde mij er maar op dat het in ieder geval, als ik het had gehaald, dan had ik dus heel makkelijk die laatste gem kunnen halen. En dan had ik eigenlijk 2 van die mooie grijze gekleurde gems gehad. Maar nu heb ik er dus maar 2. Nou ja, oké, het is een begin. Het is niet slecht, toch?
Ik heb alle dozen gehaald, dus ik vind het wel goed. Kijk, zoals je ziet kan ik hier nog op tijd halen. Dan moet ik hem binnen 1 minuut 15 uitspelen, het level. En dan krijg je ook nog zo'n relic, heet dat dan. We gaan nog één leveltje doen voordat we afsluiten. Wizards en lizards. Tovenaren en van die... Ja, lizards, dat zijn van die... Wat zijn dat nou voor die dingen? Van die reptielen, hoe heet die dingen? Lizards. Ah, ik weet het niet. En dit is heel gaaf, want dit doet me denken aan het kasteel van Cortex uit Crash Bandicoot 1. Ik weet niet of jullie dat ook kennen. En ook met deze gemene tovenaar, Harry Potter. Oh! En het leuke aan dit level is dat er dadelijk wat achter je me aankomt. Oh! Huppakee! Hier is de eerste checkpoint, dat betekent dat het nu gaat gebeuren. We mogen niet achter ons kijken, maar eerst doen we de bonusronden van deze kasteel. Het kasteel level. Oh, en ik ben al wat vergeten. Ik haal hem nog net. De muziek is ook altijd fantastisch. Oh, Nitro, daar moeten we uitkijken. We hebben ook geen Oeka Oeka. Dat is dat mannetje wat af en toe meegaat met me. Heb je dat wel eens gezien? Ja, toch? Dat is dat vliegende maskertje wat achter mij heen gaat. Dat is net als bij Spyro, dat je dat vliegende Sparks gevalletje hebt. Dan is dit bij Crash Bandicoot eigenlijk het hulppoppetje. Zo. En we hebben heel veel levels. We hebben de 13. Je kan het net niet zien door mijn achterlijke facecam. In ieder geval, we gaan weer door naar het level. En dan gaan jullie het gevaar zien wat in het level loert. Kijk, daar komt het al. En dat is een hele... Hij ziet er wel lief uit op zich. Ik vind van wel. Alleen hij is niet volgens mij heel erg lief. Want als hij nu mij pakt, dan ben ik het zaadje. Hij zit nu vlak achter me. Oh. En hij gaat nog doorrennen. Want hij is gewoon te sterk om mij te vernietigen. Oké, het gaat goed tot nu toe. Het enige wat je moet doen is naar achter lopen en dingen ontwijken. Zoals... doosjes en obstakels eigenlijk. En gaten in de vloer. Oh, dit leven. Ja, hij pakt het leven. Mooi zo. Ik weet niet of hij... Je moet niet te dicht bij hem in de buurt komen nu. Want hij is heel erg van het happen. En we gaan nog steeds door. Oh, en Nitro's komen nu ook. Hij kan gewoon door Nitro's lopen. Maar als ik het raak, dan ben ik de shark. Oh, en door dat rook zag ik amper waar het gat zat eigenlijk. Oh! Lopen, 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 lopen. Wat doet hij? Wat doet hij? Oh, hij kan niet meer verder. Kijk eens, hij staat daar vast. Hij wist van als ik op die brug ging die er net aankomt dat ik er doorheen ging donderen. En dat is in ieder geval niet goed voor dat beest. We kunnen in ieder geval 128 kratten zoeken in dit level. Ik denk dat we het wel gaan halen als we het goed doen. Oh, snel wegwezen. Oh shit, het platform. Der platformen, we gaan het niet halen. Oh shit, die was gevaarlijk. Dan geraus. En we hebben het kristal gepakt. Het kristal belangrijk, want we hebben 5 kristallen nodig om de baas te verslaan. We slaan hem dood. En we kunnen wel het moeilijke stukje doen als we teruglopen. Ik ga het gewoon nog een keer proberen. We hebben de eerste keer niet gehaald met dat level met die sneeuw. Ik wil nu wel kijken of het nu wel lukt. Dus we lopen even een stukje terug naar dit platform. En dan gaan we het moeilijke gedeelte spelen. Hoe ziet dat eruit? Ik heb in ieder geval de nitro's kapot gemaakt. Daar gaan we. Oh jee, die valluikjes gaan open, hè? En er staat een tovenaar. Die vindt mij niet lief. Tovenaartjes houden niet van me. Voor mij gaat het wel redelijk goed. Oh, er komt een zaag. Waarom is die tovenaar zo gemeen? Oh shit. Holy crap, hoe moet ik dit gaan doen? Oké. Go, 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 go. Oh nee, nog één. Yes. En we hebben het gehaald. Ik heb zelfs een... Of het is een groene diamant volgens mij. Dat is heel tof. We hebben de groene gekleurde diamant gehaald. Dat was best wel cool. Nou, dit viel nog wel mee. Maar het wordt natuurlijk hoe verder je komt in de level, zo moeilijker het gaat worden ook. Dus dat is wel even het enige pittige aan Crash Bandicoot. Nou, ik heb het kristal. En de groene. Nou, dat is even tof voor deze aflevering nog. Ik hoop dat je het leuk vond. Laat zeker weten een like achter bij mijn 150 likes. Jullie kennen het wel. Dan gaan we nog een aflevering doen van dit spel. Dus...
vergeet zeker die like niet te geven. En tot de volgende keer. Doei doei!